Nachtdistributie vond ik in eerste instantie niks, omdat er toch vreemden in ons pand kwamen en daar had ik wat moeite mee. Ondanks dat ik 's nachts de levering niet kan controleren, heb ik me toch over laten halen. We zijn er ongeveer een jaar mee bezig met de nachtdistributie en het werkt echt. Ik heb nog niet meegemaakt dat er iets van de bestelde goederen niet meegeleverd is. Wij hadden al langer het idee dat nachtdistributie iets voor ons kan zijn. Ik had er al eerder over gehoord, iets over gelezen. Met nachtdistributie zijn we echt in staat om service te verlenen binnen 24 uur. Onze eigen bedrijfsprocessen zijn hierdoor meer gestroomlijnd. Om een voorbeeld te noemen, we zijn nu in staat om de klant te melden hoe laat we komen, waardoor we efficiënter kunnen plannen, minder verloren uren en de klant meer zekerheid kunnen bieden. Daarbij wordt aangegeven per bestelling wat bij elkaar hoort. Renza levert 's nachts. Inpandig hebben wij niet de mogelijkheid om de goederen te ontvangen. Daarom ontvangen wij het in deze container. Dit doen we nu al een jaar zo en het bevalt ons prima. Nachtleveringen betekent voor ons geen te late leveringen, door welke omstandigheid dan ook. De volgende dag kunnen onze mensen direct naar het werk. Het resultaat is meetbaar. Dat is niet verwonderlijk als iedereen zijn tijd efficiënter kan indelen. Bovendien hebben we nu minder onderdelen op voorraad. Dat is nu niet meer nodig. Als ik 's morgens binnenkom, ligt de bestelling al klaar. Ik begin voor de zekerheid nog wel een half uurtje eerder, maar dat is eigenlijk niet nodig. Voor iedere monteur staan de spullen klaar. Ze hoeven niets meer uit te zoeken en ze kunnen direct aan het werk. Alle monteurs zijn 's morgens op tijd weg en dat vinden onze klanten wel zo prettig. Het resultaat? Iedere morgen weet elke monteur waar hij aan toe is. Een strakkere planning, minder telefoontjes, minder voorraad. En de monteur hoeft niet terug te komen om extra onderdelen op te halen op de zaak. Nachtlevering betekent dat wij onze klanten nog meer zekerheid kunnen geven. Daardoor kunnen wij efficiënter werken. Door de nachtleveringen hoeven onze monteurs niet meer zoveel heen en weer te rijden. Dat scheelt tijd. Wij willen niet meer zonder nachtdistributie.